Jingle bells, jingle aardenslee, je hoort de baardjes van ver en wij zingen hun mee. Hey, jingle bells, jingle bells, niets is er zo fijn, dan al wat sneeuw met diverse Rudy in de aardenslee te zijn. Oh ja, goed gedaan, Rudy, dankjewel. Alsjeblieft, boem boem. Boom boom. <tie> Yo, mensen, video. Mijn naam is Westie van Fifibon 1999. We vandaag weer een nieuwe FC Groningen, Fred Rutte, Korean Mode. En met deze wil ik jullie ook alvast een gelukkig, uh, ge, ja, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. Komen allemaal uitgebreide uh, kerstwensen. Komen allemaal later vandaag op dit kanaal in een speciale Wesse aflevering We onder andere ook Tim jullie een, uh, een feestelijk bericht, uh, of gewoon een, uh, een kerstwens toedeelt. En jullie gaan het allemaal. Uh, allemaal zien zo vanmiddag. Maar eerst gaan we dus de Cremo doen met Groningen. We gaan kijken. Een hele belangrijke wedstrijd tegen Atletico Madrid. Het lijkt mij ook een hele lastige wedstrijd. Ik denk eerder gezegd dat het gewoon deze wedstrijd voor ons gewoon ja, niet echt top gaat worden. Heel zacht uitgedrukt. Maar goed, verrassend genoeg wonnen we ook van Liverpool die eerste wedstrijd. Dat was overrassend. En ja, laten we hopen dat we nu ook maar dan tegen Atletico Madrid... Een goed resultaat kunnen halen met, ons, met dit FC Groningen. En uh, ja, ons ba onze, ja, onze vaste elf in deze opstelling. Ja, we gaan kijken wat het wordt. Ik heb er een hard hoofd in. Maar goed, het kan allemaal uh, meevallen op zich in het voetbal. We gaan kijken naar de opstelling van Atletico Madrid. We zien ook Blak, Halstenberg. Een paar bekende namen. Louis Suárez natuurlijk, uit Groningen. Spits, heel lang geleden. De elf dus dit van uh, Atletico Madrid. Gaan we nu kijken naar onze elf... Die kennen we natuurlijk als, als, als we dat gewend zijn. Gaan we zeker eerst kijken naar de groepsfoto's die genomen worden. Denk het wel. Jazeker. Dan gaan we eerst naar kijken naar de groepsfoto die wordt genomen door de spelers van Atletico Madrid. Natuurlijk ook de gevaarlijke man Felix bij Atletico. En gaan we kijken naar de elf namen van uh, Groningen. Eerst de elf spelers. Die zien we het. Ja, Robin natuurlijk nog steeds de gevaarlijke man. Ook al is hij ja, zijn laatste seizoen bezig, denk ik wel, bij Groningen. Maar ja, wij zijn ook als laatste seizoen bezig bij Groningen met, met, met Fred Rutte. In deze opstelling Ryan Donk wel in de basis. Gaat ten koste van Erik Botteguin. Uh, dat is dus uh, een van de in deze basis zelf. En Loensvries ook voor uh, Ecklerkamp. die ook niet in staat. Dus we het begonnen een kwartier gespeeld waar balbus op dit moment deed, de dit. Had ook niet anders verwacht. Joa Felix. Komt er ook de eerste kans? Totaal verdedigd. Dan Komt er ook de eerste kans voor 1-0. Nu IE goed blok gezet. Ryan Donk. Botteguin. Wie is er dan? Uh, wat? Nee, dat was niet anders die dan de plaats had gemaakt voor Donk. Nee, dat was Oosterwolde. De linksachter. Donk nu op de linksachterpositie. Robbie hier gaat eruit komen voor de 1-0. Gaat het dan lukken? Arjen Robbe raakt de bal kwijt. Ja, dat is niet hoe we Robbe kennen. Ja, ook Robbe wordt een dagje ouder. En gaat zijn foutjes maken. En dat merken we hier dan al een klein beetje. Het bal is weer Atletico met dit, dus. Minuut 24. 0-0. Nog steeds met Atletico met dit. En FC Groningen. Thomas. Suarez. Hier komt de eerste kans voor Atletico. Joa Felix. Sowieso. Uh, Atletico tot nu toe al de hele wedstrijd. De eerste dan uh, gevaarlijk. Overtreding van IE. Vrij trappen voor Atletico Madrid. Deze aflevering trouwens drie wedstrijden. waarvan we de twee gaan spelen. Deze tegen Atletico. En een uh, uh, eredivisie wedstrijd die we gaan spelen. En een eredivisie wedstrijd die we gaan simuleren. Sessio pad. Erik Bodegien. Terug naar pad. Dat is soorten gedaan nu naar voren. Ja, dat moet pad wel in één keer doen. Hier bij Thomas. De bal weer voor de Atletico. Uitkijken nu. Dan komt er de kans weer. Felix. Wordt van de bal gezet. Geen vrije trap. Bal is weer voor Groningen. En de aanval opzetten. Diemers, Loenswist. Loenswist raakt de bal kwijt. Kan hij de bal bij zich houden? Ja. Geeft hem nog richting Joosten. Joosten niet bij Diemers, jammer genoeg. Nog steeds 0-0. En weer. Atletico om dit die te komen. Joao Felix. Joao Felix zoekt naar de ruimte. Kan hem ook nu geven. Gaat ook zelf. Kan ook. Gaat hem afgeven dit keer. En Ramsey. Loriente. Komt er een kans voor Atletico? Verderde tot Botteguin. Bal weggewerkt richting uh, Mo Nu de countermogelijkheid weer Bakker. Bakker, Mo Minuut 36 loopt, nog 6-0. Spannend de eerste helft tot nu toe. Mo Nu uh, Groningen eruit voor de 1-0. Loenswiest. En dan had hij misschien zelf moeten schieten. Kan nog steeds. Robben. Robben dan. Robben. Robben. En de schot weer geblokt. En dan krijgt hij de bal niet terug. En nu de countermogelijkheid voor Atletico. Dat wordt nog gevaarlijk voor Rust. Kunnen we zomaar op een afstand komen? Joao Felix. Joao Felix geeft de bal nog goed. Suarez Luis Suarez, Groningen moet even terug. Om alles achterin daar neer te zetten en druk te zetten op uh, Atletico. Dat lukt ook, Botteguin doet het goed. Botteguin, Sergio, pad. Pad er één keer door. Lukt het ook richting medespeler? Nee, bal is hier opgevangen door Atletico. Nu zwaar uitkijken. Loriente, Suarez, Felix, Felix, Suarez, kans voor Atletico. Weer weggehaald, IE nu weer. Werders zaten op zich wel goed bij, uh, bij, bij, bij Groningen, bedoel ik, sorry. En dit is een goede paas, wordt er nog bijgehouden. Joost de handen van Oblak. Is eerst de eerste zelf voorbij. Staan we dus op de 0-0 stand. En dan gaan we kijken waar de tweede helft ons gaat brengen. Die ondertussen alweer begonnen is. En het is hier voor Atletico Madrid. Suárez ligt daar geblesseerd. Dat betekent dat Luis Suárez uh, ja, gewisseld gaat worden. en het ziet er pijnlijk uit, Luis Suárez. Komt er nog een doelbetan voor die kans? Nee, Bodkin wekt de bal weg. dan gaat het gescheid zich er toch afluiten Want Suárez ligt er al een lange tijd. En dan gaat er een wissel komen. Louis Soares gaat naar de kant. Nota tegen zijn oude club. Wat gebeurde er hier? Ja, ja. Oeh, hij ging door zijn enkel heen. In ieder geval iets met zijn benen aan de hand. Hij liet doorspelen, de scheidsrechter. Maar dus wel de wissel. Soares gebaseerd. Bal netjes teruggeven door Atletico Madrid aan Groningen. En nog steeds 0-0 in deze tweede helft. Zou het dan zomaar 0-0 kunnen blijven? Het zou ook mooi zijn, natuurlijk. Robben. Robben, Soares is trouwens uitgegaan, dus de vervanger is al binnen de lijn gekomen. Kon kon even niet zo gauw zien wie dat was. De ondertussen voor Groningen de aanval. Loensvies voorzet, bal gebokst, door Oblak, opgevangen door Thomas. En nu de aanval weer voor Atletico Madrid. Lacazette, dat was de vervanger van Soares, hier aan de bal. zetten, Felix, Felix, Lacazette. Gevaarlijk nu, aanval van Atletico Madrid. Uh, Atletico Madrid. Druk wordt gezet, Ie doet het niet goed, zet. Joao Felix, Rodiente, Lacazette. Zat het niet gebeuren dat de inval aan Doebert maakt? Lacazette kan de bal niet meegeven. Guy nu, Diemers. de bal weggeweekt. En nu de countermogelijkheid weer. Minuut 63, Bakker geeft een goede paas op Robben. Is dat niet meer zo snel, want hij is best uitgeput aan je, Robben. Robben raakt ook hier de bal kwijt. Ja, er gaat ook een wissel plaatsvinden, want Da staat klaar. Zou dat dan voor Robben zijn? Ik denk het wel. Deze bal wordt nog een hoopige poging weggeschoten. Robert inderdaad naar de kant. En Da is een vervanger. Minuut 65, dus. Nog steeds 0 0-0 uh, tussen FC Groningen en Atletico Madrid. Dus Robben, de man, de aanvoerder naar de kant. Was heel erg uitgeput. Kon de wedstrijd niet, ver... <coughs> niet verder spelen. En is dus de wissel aangebroken. Da Cruz hier ondertussen ingooien we weer. Diemers. Diemers. Da Cruz. Kan hij de bal binnenhouden. Da Cruz. En net niet jammer genoeg. Hoekschop. Of uh, hoekschop ingooien voor Atletico Madrid. Laatst, laatste 20 minuten. Weer een slordig gedaan door Atletico. Voor ons nu ingooien. Da Cruz. Da Cruz. Diemers. Goed, Loensfies komt hier langs. Loensfies. Moet er wel geven eigenlijk. Hij wacht en dan, dan ga ik eens de ingooi. Ja, toch weer voor, uh, voor FC Groningen. Loensfies dan nu opnieuw. Dan ga ik de voorzet van Dakroes. Joosten, Joosten. En dan twee mensen die ervoor staan. Nog steeds uh, Groningen, met Bottegien, Bakker. Bakker, Diemers. Kan de bal even houden nu het uitkijken. Want zijn er zijn heel veel mensen weg daarachterin. Uh, Joa, Felix, La zetten. Kans voor uh, Atletico. Wat heet er komt er een hele grote kans aan. Lacazette zetten. Wordt het dan de 1-0 van Atletico Madrid? En het is de 1-0 van Atletico Madrid. We staan achter met nog een kwartier op de klok, waar de key klaar staat om in te vallen voor Botteri. Is de 1-0 achterstand voor uh, Atletico uh, voor Groningen tegen Atletico. Het lijkt Atletico wakker te worden de laatste minuten, want ze komen er weer uit voor de 2-0. Als het 2-0 wordt, kunnen we het vergeten deze wedstrijd. Nou een goede overwinning tegen Liverpool en tegen Galatasaray volgens mij ook, hebben we nu de derde wedstrijd tegen een Verlies. Als zie je de 2-0 komen. komen. lekker zetten weer en dan is het inderdaad 2-0. De man die uh, Suarez verving slacht Groningen af en zo gaan we hier verliezen tegen Atletico Madrid. En de volgende Champions wedstrijd, de volgende aflevering, morgen, is ook tegen Atletico Madrid. Maar dan in eigen stadion en hopen we daar wel goed resultaat kunnen gaan halen. Kunnen we hier nog antwoord geven op die doelpunten? Bos, de invaller, kan hij de bal goed meegeven? Jazeker, richting uh, Darcruz. Er moet eigenlijk hier nog een 2-1 komen en die komt er ook. Doelpunt voor Groningen. Patrick Joosten mag nog een doelpunt maken. Oké, okay, we gaan hem misschien nog wel verliezen. Maar we hebben wel een doelpunt weten te maken hier bij Atletico Madrid. En Marcel Bos is ook tevreden, want uh, hij heeft toch al een aantal erin. Die paas op, op Darcruz en Darcruz op Joosten. En is dus de 2-1. Wel een 2-1 achterstand. En Groningen scoort toch nog alsnog tegen Atletico Madrid. Maar we verliezen wel. En dat is wel heel erg zonde. Met twee laatste doelpunten eigenlijk in de laatste minuut van de wedstrijd. Wint Atletico met 2-1 van Groningen. Ik sta tik weg. En misschien wordt het zelfs nog wel erger voor FC Groningen. Laten we maar hopen van niet zeg. Moet de bal nu weghalen. Donk doet het goed. De bal weggehaald. En is toch ook klaar. We verliezen met 2-1 van Atletico Madrid. Zo gaat het niet lekker in de... Of niet echt lekker. We hebben één wedstrijd verloren tot nu toe. En twee hebben we er gewonnen, volgens mij. Dus op zich, het gaat op zich nog wel lekker. Maar ja, ik had het ook niet anders verwacht. Ik zei het al aan het begin van deze video. En gaan we nu dus zo langzamerhand naar de, naar de wedstrijd. In de Eredivisie, volgens mij tegen Utrecht, als het niet vergis. En de andere wedstrijd die we gaan simuleren. Maar uh, even kijken hoor. Utrecht dan tegen Herakles volgens mij, simuleren. Moet ik even kijken, want ik heb het, uh... Allee, tegen Twente gaan we hem simuleren. Dat was het. Toledo gaan we maar nog even niet uh, uitlenen. Ik laat het nog even lekker bij de club. Even kijken. We gaan door naar de wedstrijd tegen FC Twente. Die we dus gaan simuleren. En dan tegen Utrecht volgens mij. Want volgens mij hebben we toch Utrecht. Of was het de vorige aflevering? Ik weet het ook allemaal niet meer jongens. Ik heb zoveel wedstrijden gespeeld al. Trainertje doen we wel even. En dan gaan we even kijken. Twente is de volgende tegenstander die we dus... Uh... Even kijken. Oké, oh, nee, Twente gaan we spelen. In Herakles gaan we simuleren. Dat was het. Dus gaan we kijken wat wij tegen FC Twente kunnen gaan doen. Let's go. We zijn begonnen. Kwartier gespeeld. Twente met het balbezit. toe. Sali. Onze elf natuurlijk weer compleet. Nu met Eckelenkamp weer in de basis. En ook uh, eh, nou Oosterholle weer in de basis. Hier komt thuis de kans voor Twente. Meenig, menig, menig. En het is ook het doelpunt. We staan achter alweer. Quincy Menig. 1-0 voor Twente. En dan moet Groningen weer terug zien te komen van een achterstand. Oosterholle. Hoogste richting Moël Komt dan gelijk het antwoord. Moël -An gaat hij zelf dan. Moël En het antwoord is er alweer. Binnen 20 minuten staat het alweer gelijk. En Alan geeft het antwoord op dat vroege 1-0 achterstand van Groningen. Doebert van Menig is het dus nu de gelijkmaker van Moël Ankouri. En 1-1 in deze wedstrijd. Scoort niet vaak. Maar hij gaat wel op belangrijke momenten. Dus een minuut 35, nog dus steeds de gelijke stand. Van buren. Mocht ook deze wedstrijd starten. Joosten werd de rust gegeven. Ook uh, trouwens wel steeds Robben hier. Komt de kans en bijna. Volgens mij even uh, Diemers of Van Buren die daar tegen de bal aan loopt. Maar het is nog steeds de 1-1. Sali, we gaan maar toe. is weer voor FC Twente. Van Leeuwen zit hier goed tussen. Bakker, ja Bakker. Van Buren, Robben nu Robben. Kans voor Groningen, Arjen Robben. Robbe? Dat is niet Robben, het is Diemers. Ja tuurlijk, het is uh, Diemers met uh, 2-1. Morgen dag dacht dat het Robben was, maar het was dus uh, Mark Diemers. En uh, toch weer morgen gedaan. Goede paas van mijn buurten. goed afgemaakt door uh, Mark Diemers. En de 2-1 in voorsprong dus voor FC Groningen. Het gaat lekker tot nu toe. Na een 0-8 stand nu de 2-1 in voorsprong. Eerst zelf bijna voorbij. Nog steeds die 2-1 in voorsprong. Groningen nu op jacht naar de 2-2. Nu dus zetten de verdedigers goed druk bij ze Groningen. Kiek ook trouwens in de basis deze opstelling. Sali. Uitkijken nu. Gaan we er toe. Daarna wordt toe. Menig, de gevaarlijke man bij hier bij Twente. Sorry, Ekkelkamp. En nu de koutermolk uit. Uh, Rekiek richting Ekkelkamp, Robben nu bereiken. Dat uh, gaat richting, richting Diemers. Dat kan ook. Diemers dan zelf voor zijn tweede. Diemers voor de 3-1. Diemers voor de 3-1. Zo vlak voor uh, tijd van de eerste helft. Vlak voor rust. Is de 3-1 voor FC Groningen. En twee keer Mark Diemers. Hij laat laatst zien deze wedstrijd. Zo vlak voor rust maakt hij zijn tweede. Morgen gedaan door de middenvelder. Die. Uh, zijn kansen krijgt in de basis was er uitgehouden, maar nu wordt het weer te gaan door de trainer Fred Rutte. Dan doen ze de tweede helft van Leeuwen. Twente gaat op jacht naar de 2-3. En dat gaat zomaar gelukken als we niet uitkijken. Er komt weer menig, die komt eruit, menig kans, menig kans, menig doelpunt. Het is 2-3, het is weer heel spannend nu. We staan er voor, maar we hebben een heel dun draadje. Kunnen we gelijk weer een antwoord geven? Ie. We proberen het tenminste. Jee, Robben wordt weggestuurd. Goed gedaan. Arjen Robben. Kan hij het dan doen? Robben. Hij gaat het wel proberen. Arjen Robben dan. Robben. En hij vliegt erin. En weer vlak naar een tegendoelpunt. Scoort Groningen de 4-2. En dit keer door de aanvoerder Arjen Robben. Toen zie je maar weer dat Groningen toch redelijk doet als het een doelpunt valt. En daar Kroes gaat erin komen voor Arjen Robben. Wat ook tegen Atletikom. Dit zo was, gebeurt dus nu ook in deze Eredivisie-wedstrijd. Robben aan de kant. En daar Kroes is een vervanger. Dus de eerste doelpunt ook in de Eredivisie van Arjen Robben. Minuut 69, de aanvoerder naar de kant. Nog 20 minuten te gaan. En de 4-2 voorsprong is er voor FC Groningen. Groningen gaat het goed vertrouwen richting Herakles En daarna weer naar, de, naar Atletico Madrid. Dat is wel weer een lastige wedstrijd natuurlijk. Thuis in het eigen stadion. Wel hier bij Veenstra. Diemers goede paas op Van Buren. Die wil natuurlijk nog een duit in het zakje doen, Van Buren. Van Buren wil na het Diemers spelen. Zo liefst is hij ook al voor zijn hat-trick, maar dat lukt dus niet. Nog een kwartier te gaan. 4-2 de voorsprong. Het lijkt me wel bij de 4-2 te blijven. Natuurlijk goed voor ons. Voor onze competitie. En hierna tegen Herakles. Die we met de tweede elftal gaan spelen, trouwens. Tegen Herakles. Ons baas wil we natuurlijk volledige rust geven voor tegen Atletico Madrid. Bal hier bij IE. Goeie baas. En ik heb Ekkelenkamp. kan wel steeds nu Ekkelenkamp. Eh, Ekkele kamp in één keer door richting Dakroes. Dan komt er een kans voor de 5-2. Die moet dan nu vallen. Van Buren dan nu. En dan nu is het wel raak via de Doelman. En dan is het Van Buren die zijn doelpunt mag maken voor Groningen. En de 5-2 nu ook echt officieel is door Van Buren. Mooie paas van Dakroes. En goed afgemaakt ook. Ryan Donk gaat invallen voor Ed KIE zou de laatste wissel zijn, denk ik wel zo vlak voor het einde van de wedstrijd. laatste vijf minuten tikken weg, nog zit de 5-2 en het kan zomaar de 6-2 worden. Van Buren wil nog een keer een doeboek maken, maar de bal in handen van Drommel. Hoeveel extra tijd komt erbij voor de Twente en FC groningen Lijkt mij niet meer lang. Twente die ook zichtbaar fouten maakt. De bal onderschept door Dakroes Komt er Van Buren nog aan. Van Buren, de bal onderschept door Dumic. Zo zit het ook mee voor Twente op sommige momenten. Hoeveel extra tijd komt erbij tussen Twente en FC groningen Eén tijd is niet veel, is voor Groningen het beste. Groningen wil natuurlijk nog een doelpunt maken. Het nou, kan. Nou, goede passen van Buuren. kan nu de 6-2 nog komen. Elan Kourie, die ook tegelijk maken maakte. Maar deze delen, deze, delen, deze bal gaat hoog over. En is de wedstrijd ook voorbij. Winnen dus met 5-2, maar liefst van FC Twente. En nu tegen het gaan we simuleren. Die spelen jammer genoeg gelijk met 2-2. Zo dus vraag wat naar de wedstrijd aan het komen. Iets minder uh, gehad. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. De volgende aflevering morgen weer bij een nieuwe Groningen Career Mode. Ik ben aan het kijken naar deze video. Ik druk op het tijdmodje gedaan. En dan zeg ik zoals het tijd en zoals nu. Tot morgen weer bij een nieuwe AntTechCo. bij een GroningQuery-mode. Sorry, jongens. Later. Jingo bells. Jingo bells. Wel. in wel. De oude zee.